Het aantal COVID-19-gevallen in Zuid-Suriname geeft reden tot bezorgdheid. In vooral inheemse dorpen aan de zuidgrens zijn er op dagbasis steeds meer positieve gevallen. Dit zei Maureen van Dijk Wijngaarden. Zij is onderdirecteur van de medische zending. En dat zei ze gisteren op de COVID-persconferentie. Het is een zorgwekkende situatie omdat er binnen een week veel kan gebeuren. Van Dijk Wijngaarden geeft aan in welke dorpen de uitbraak is. En dat zijn dus veelal inheemse dorpen, de bovenlandse inheemse. In Pelelitepu en Apetina. Tot nu toe hebben wij geen melding dat de mensen opgenomen moeten worden, dat ze zo ernstig zijn. We hebben ook awareness sessies gedaan, onder andere in Kamhakken zijn we gisteren geweest, samen met het malaria-programma, om groeten te doen, hoofdzakelijk over malaria, maar je neemt dan gelijk ook COVID mee. En zeer tot ons, het was een aangename verrassing, toen we daar dus aantroffen dat een pastor, die al jaren komt in het Wayana-gebied en het Wayana, en de Wayana-taal dus heel goed spreekt, dat hij bezig was met, met het dorp om te praten over de COVID-vaccinatie. Naast de COVID-19-situatie in delen van het zuiden van Suriname, probeert de medische zending de plaatselijke bevolking te blijven informeren over het vaccineren. De bewoners stellen volgens Van Dijk Wijngaarden de voorlichting op prijs. We hebben ook vaccinaties gedaan in dorp Ladouani, de eerste vaccinatie, waar mensen dus zelf hebben georganiseerd om te registreren. En ze hebben geld bij elkaar gezet om de boot te betalen, zodat ze afgelopen vrijdag naar Ladouani konden afreizen om er gevaccineerd te worden. En om na observatie dus ook weer terug te gaan naar het dorp. Dit zijn hele belangrijke ontwikkelingen in die zin dat de mensen zelf organiseren om hun prikje, hun vaccinatie te gaan halen. Volgens de autoriteiten kunnen de COVID-cijfers blijven stijgen als de samenleving zich niet aan de Mohana-regels houdt.